Via een ritje met de Fantasia-jet krijg je een goed overzicht over het hele park, met uitleg in het Duits natuurlijk. En im Mittelpunkt das Wintergarten-Varieté. Hier präsentieren wir Ihnen anlässlich des Wei die Straße Alt-Berlin mit Restaurant Alt-Berlin. En im Mittelpunkt das Wintergarten-Varieté. Je passeert zelfs door een grot met prehistorische dieren zoals die leefden in onze streken miljoenen jaren geleden. In een van de uithoeken van het park is Ciné 2000 gelegen. Een enorme cinemazaal met een scherm van 180 graden. Zodat je het idee krijgt dat je midden in de actie zit. Bij Starfoto kan je een foto laten maken aan de zijde van je idool of tenminste zijn levensgrote kartonnen afbeelding. Kostprijs 15 mark of 300 frank. Voor de dolfijnenshow moet je een hele rij wachtende trotseren. Ook voor deze attractie moet extra bijbetaald worden. 2,5 D-mark voor volwassenen. Kinderen betalen de helft. In de Globe kan je zo binnen. Je kan er terecht voor shows of driedimensionele filmprojecties. Best de moeite waard. Ik ben de chef. Nog even wat popcorn om de tour te beëindigen en dan naar de show in de Wintergarten, waarvoor we dus vanmorgen gereserveerd hadden. Wat vinden de bezoekers nu van Fantasialand? Wat de shows betreft natuurlijk, ja, die zijn wel een held waard, maar het is wel een beetje een negatief punt dat je daar nog een keer moet gaan voor bijbaan betalen. Ik vind het niet slecht, maar ik zou het niet meer doen eigenlijk. Om er zo ver voor te rijden, zijn in België ook goede dingen. Ja, dus de prijzen zijn maatschappelijk, die indoor, achtbaan is zeer geweldig. Ik vind die fijn. Maar ik amuseer mij heel goed, ja. En de kinderen ook heel erg. Ja. Het is zeer romantisch en leerzaam voor de kinderen, een beetje toch, vind ik. Ja. Moe maar voldaan keer je terug naar de auto op het parkeerterrein. Maar waar je er vanmorgen vrij op kon, moet je nu betalen om eraf te mogen. Nog eens 2,5 D-mark. En een sticker krijg je er op de koop toe.